Breda Nu. Je weet het meteen. Op de plaats van het voormalige gemeentehuis in Teteringen bevindt zich nu het nieuwe gastenhuis. Het wordt geleid door een zorgechtpaar. Zij zijn verantwoordelijk voor alle zorg die in en vanuit hun huis geboden wordt. Ze doen er alles aan om het gastenhuis tot een veilige haven te maken voor mensen met dementie uit de omgeving. Ja, Maarten is maatschappelijk werker, ik ben verpleegkundige. En wij zijn samen als echtpaar in dienst gesteld om hier dit gastenhuis Teteringen om dat aan te sturen. En wij zijn gewoon eindverantwoordelijk, zeg maar, voor deze locatie. Het onderscheid zit hem denk ik toch wel in een locatie als deze, hè, wat gewoon heel mooi is. Dat helpt. Dat helpt voor mensen, denk ik, om een keuze te kunnen maken. Het is geen instelling. Hè. Mensen wonen hier, huren bij ons een appartement. Dus het is een eigen woning. Dat voelt anders dan dat je naar een verpleeghuis gaat. Want dat zijn we niet. En wat ook speelt is de bereikbaarheid. Hè? Want ook mantelzorgers zijn natuurlijk altijd en blijven betrokken bij hun ouders of bij hun partner. En die kunnen ook direct ons aanspreken. En het is ook niet zo dat als die altijd op zaterdag komen omdat ze van ver weg komen, dat wij dan niet aanwezig zijn. We kijken heel erg uit naar de open dag. Ja, daar zijn we natuurlijk heel hard mee bezig om dat mooi neer te zetten. Er is inderdaad in één dag tijd is het interieur allemaal gekomen. Maar wij hopen vooral dat de mensen die komen net zo blij en enthousiast worden als dat wij dat zijn. En dat het dan misschien kan helpen om voor mensen voor wie het nodig is die keus makkelijker te maken om hier naartoe te komen. Breda Nu. Je weet het meteen.